Breda Nu. Je weet het meteen. ...2017 was een mooi jaar. Het hoogtepunt in het theater is voor mij natuurlijk altijd weer de première van een nieuwe show. En die show heet Volle Bloei. En de première ga je lekker 80 voorstellingen spelen en dan lukt het allemaal. En daar ben je altijd heel blij mee. Ja, hoogtepunt is eigenlijk meer een unieke uitdruk. We hebben de eerste uitdruk voor mij met onze nieuwe hoogwerker. Dat was naar een valkparkiet die vast zat in een boom. En die er niet meer uit kon. Daar zijn we een uur aan bezig geweest om die er weer uit te halen. En daarna heeft de eigenaar van de valkparkiet heeft ons nog een taart gebracht op het werk. Ik leef niet met hoogtepunten. Als ik wakker word, dan ben ik blij. Als ik kan gaan slapen zonder dat ik pijn heb, ben ik ook blij. Dat mijn vrouw en kinderen me lieten gaan naar Robinson en zei: pap, dat moet je echt doen, ga ervoor. Dat was een hoogtepunt. En een van de grootste branden die ik dit jaar heb mogen meemaken is in Tilburg geweest, bij etenstijd. Helaas is dat volledig uitgebrand om redenen dat het te gevaarlijk werd om naar binnen te gaan. Maar om daar toch iets te mogen betekenen, is dat een mooie uitdruk geweest voor ons. Mag het misschien niet zo zeggen, maar het was een mooie uitdruk. Wat ik heel graag wilde was een keer mijn eigen show. En dat is nu gelukt, want ik heb mijn eerste eigen clubtour. Daar zit ik nu middenin. En volgend jaar dan verlengen we die met 13 shows. Dus dan gaan we weer verder. En dat wilde ik zo graag. En daar ben ik nu mee bezig. Dus dat was een soort droom. En verder dat het gewoon goed bleef gaan met het zingen. En dat wonder boven wonder gebeurt dat. Ik denk draai op festival Untold Festival in Roemenië. Dat is echt een mega groot festival. 60.000 mensen stonden voor mijn neus. En dat was wel echt het moment dat ik mezelf even moest knijpen. En dat was echt waanzinnig vet. Mijn hoogtepunt van 2017 is dat we samen met de collega's de singeloop hebben gelopen in volle bepakking. En dat we die goed hebben volbracht. Dat was mijn hoogtepunt. Ja, mijn hoogtepunt was duidelijk meedoen aan Expeditie Robinson 2017. Dat was echt een droom die uitkwam. En wat staat er het komende jaar nog meer te wachten naast de theatershow? Ik ga een nieuwe cd uitbrengen. En ik heb in elke show zitten altijd een paar mooie liedjes. Weet je, een paar mooie Nederlandstalige liedjes. En die heb ik nu weer samen op één cd gezet. Niemand dat iemand ooit een cd koopt, maar ik heb hem toch gemaakt. Omdat ik het gewoon mooi vind om dat te bewaren. En in zijn volste kracht gewoon te laten horen. Ik ga heel veel nieuwe muziek uitbrengen. We zijn achter de schermen druk bezig geweest. Ik en mijn management met nieuwe muziek en ook het uitbrengen daarvan. Dus we hebben een contract getekend met Spinning Records ook onder andere. En dit wordt echt een heel mooi jaar, hoop ik. Ik ga volgend jaar gewoon weer meedoen aan Expeditie Robinson. Ja, nee. Ik weet niet. Ik zie wat er op mijn pad komt. Ik heb wel een doel. Ik ga namelijk een boek schrijven. Juist het regent. En dat komt uit volgend jaar juni. Dus we gaan een boekje schrijven. Primeurtje. Ja. Ik zou het heel tof vinden als de club door uitverkocht wordt. Want het eerste deel was al uitverkocht en nu zijn we in de voorverkoop van dat. Dit zijn nou alle kijkers van Breda. Nu gaan nou allemaal de kaarten kopen. Ja, dat zou ik hartstikke tof vinden. En verder, veel nieuwe muziek maken. Even gewoon op vakantie. Dat lijkt me zo lekker. Even in de relax. Ja. Weg van alle stress. Nou, ik hoop dat iedereen zijn droom uit mogen komen. Mijn droom was ooit om te schoppen tot professioneel DJ. Nou, dat is gelukt. Ik denk dat je nooit moet stoppen met dromen. En ik hoop een heel erg gezond en vrolijk 2018. Ik wil alle inwoners van Breda een kerstgroet brengen vanuit de Grote Markt voor Breda Nu. En voor alle inwoners van Breda een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens alle kijkers van Breda Nu een super fijne kerst en een geweldig 2018. En een gelukkig nieuwjaar. Nou, voor iedereen een heel gezond 2018. Ik wens iedereen een heel fijne kerstdagen en een zeer gezond 2018. Bij deze wil ik graag namens de Korenmaat alle Bredanaars een heel erg gelukkig 2018 wensen. En graag tot 2018. Happy New Year to everyone and a wonderful new year and enjoy Christmas. Lieve kijkers van Breda Nu, ik wens jullie een hele fijne kerstfeestdagen en een gezond en gelukkig 2018 toe. I would like to wish everyone here in Breda a Merry Christmas and a Happy New Year. Allora, auguri a tutti a Breda. Wij wensen jullie allemaal een heel fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. En we hopen ook dat jullie heel veel plezier beleven in Breda, want wij werken voor de stad en we hopen dat jullie net zo van genieten als wij. En namens Jeugd Cultuurfonds Breda wensen wij alle kinderen in Breda een heel gezond en gelukkig 2018 met hopelijk heel veel leuke of nieuwe culturele activiteiten. We zien jullie daar graag.
Namens de stichting DJ School International wil ik iedereen een muzikaal, voorspoedig 2018 wensen. Maak er wat van. Ik wil iedereen een heel fijn kerstfeest wensen, een gelukkig nieuwjaar en vooral een muzikaal 2018. Lieve kijkers, ik wens jullie een heel erg gelukkig 2018. Ik hoop dat jullie lekker veel champagne drinken om 12 uur en een heel erg mooi jaar gaan hebben. Ik wens alle Bredanaars natuurlijk een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe. En ik hoop dat ik de hele volle zaal hier mag verwachten op 1 maart als ik mijn show Volle Bloei hier speel. Want dan zit ik ook meteen tegen het einde voor de tournee aan. Dus daarna is er nooit meer een kans. En ik zal beloven dat de volgende tour, dat ik hier ook weer terug zal komen. En waarschijnlijk gaat die show dan niet meer Volle Bloei heten, maar Verlept. Beste mensen uit Brabant en omstreken, ik zeg blijf het eigen vuur in jezelf aanwakkeren. Dat stopt namelijk nooit, dus blijf je vuurtje opsteken en blijf je vuurtje aanwakkeren voor het nieuwe jaar. Ik wens je een vurig 2018. Tot ziens. Hoi. Breda Nu. Je weet het meteen.